Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken. Vanmorgen heb ik gewerkt. Ik moest een filmpje opnemen voor de Rotterdamse haven. En ik was echt veel eerder klaar dan verwacht. Dus toen dacht ik, nou, ik kan eigenlijk best ook een zo aan tafel filmpje opnemen. En ze hadden helemaal mooi mijn make-up gedaan. En mijn haar zit mooi in de krul. Eigenlijk is het stiekem gewoon een excuus om mijn mooie gekrulde haar te laten zien. Want ik doe dit namelijk nooit. Dus ik was heel erg blij met mijn krullen. Die al een klein beetje uitgezakt zijn, zie ik. Maar top. En ik dacht, ik ga een filmpje voor jullie maken over een van mijn favoriete producten. Het is namelijk echt een te gek product. En heel veel mensen die gebruiken deze variant daar niet van. Het gaat namelijk over de mesjes die ik altijd gebruik. Heel veel mensen die van koken houden, die hebben toch altijd wel wat professionelere messen. Dat is dan vaak een cadeautje wat jij jezelf geeft. En jullie hebben me vast ook wel eens met dit grote mes zien snijden. Die gebruik ik dus heel veel om kruiden mee te hakken. Daar vind ik hem heel handig voor. Maar eigenlijk voor andere dingen, die hele chique messen, ik vind het allemaal een beetje heftig. Ze zijn duur, ze kunnen niet in de vaatwasser. En ik gebruik ze eigenlijk nooit. Want mijn mesjes, die zijn namelijk een stuk goedkoper. En iedereen die ze een keer gebruikt heeft, vindt ze echt geweldig. Nou, die heb je al een aantal keer voorbij zien komen natuurlijk zo aan tafel. Dat zijn deze mesjes. En die koop je bij de HEMA. Dus ik ben vanmiddag naar de HEMA gegaan. Ik had weer nieuwe mesjes nodig. En ze hebben ze gelukkig nog. Het zijn deze mesjes. Even kijken. Oh, zo zien jullie het ietsje beter. En het heet. Er staat op twee keukenmessen. En het is een tomaten-citrusmesje en een universeel mesje. Ik weet eigenlijk niet precies wat is volgens mij met het mesje met de grove kartels. Is het tomatenmesje en het andere mesje is echt voor alles. Maar ze zijn echt super. Ze zijn scherp. Door die kartel snijdt het eigenlijk door alles heen. Dus ik gebruik het ook veel voor stukjes worst of kaas van die dingen die wat harder zijn. Ja, tomaten, daar zijn ze ook voor bedoeld. En citrus, daar zijn ze echt ideaal voor. En ik heb twee zomers terug is het alweer. Toen heb ik een keer voor een theaterworkshop in het buitenland heb ik een aantal dagen voor 20 mensen gekookt. Ik dacht wel bij mezelf, ik neem gewoon die mesjes mee. Want dan weet ik in ieder geval zeker dat ik een goed mes heb. Want heel vaak op vakantie en van die huisjes en zo, dan zitten er wel messen in. Die zijn super bot. Of zijn gewoon helemaal geen fijne mesjes. En dit is echt geweldig. Iedereen die ze toen gebruikt heeft, die zei, jeetje, wat zijn dit voor een mesjes. Dus je koopt ze gewoon bij de HEMA. Ze zijn 3 euro, dan heb je 2 mesjes. En er staat eigenlijk op de achterkant dat ze niet in de vaatwasser kunnen. Maar dat doe ik zelf wel altijd. En het gaat eigenlijk prima. En nou ja, op zich ook voor 3 euro kan je echt makkelijk gewoon even een nieuw setje kopen. Als ze niet meer zo scherp zijn als dat ze in het begin waren. Dus dit is mijn tip deze week. Een van mijn favoriete producten. De mesjes van de HEMA. En als je in Atlanta bent, dan moet je natuurlijk naar het grootste aquarium ter wereld, het Georgia Aquarium.